Goedemorgen jongens en meiden, vandaag is de dag dat wij Centerpark Gelderland gaan verlaten. Het is nu net half negen geweest en ja, zoals jullie zien de bedden, de hoeslakens en de kustsloop is allemaal afgehaald. Het is gewoon nu nog alleen het matras en het onderstelsel. Hier precies hetzelfde, alleen hier ligt nog de kleding van mijn zus op. In ieder geval, het is lekker. Koud buiten voelen we ook. Het is 3 graden, dus niet heel top. Maar ja, dadelijk zitten we toch weer 5 uur in de auto, dus dat maakt niks uit. In ieder geval, wij gaan even lekker zo eten, ontbijten en ja, even alles in de auto stoppen. En dan gaan we om 10 uur vertrekken. Ik heb net in ieder geval lekker gedoucht, even een frisse douche genomen in de ochtend. Maar dat is niet heel belangrijk meer voor jullie, want dat weten jullie elke dag nu wel, dat ik elke dag een frisse douche heb genomen. Want dat zien jullie altijd aan mijn haren. Maar in ieder geval, wij gaan even zo lekker ontbijten en dan als we weggaan zie ik jullie weer. Nou jongens en meiden, kijk even hoe druk het is voor het zwembad. Ik ga er langs lopen, omdat we toch naar de uitgang moeten. Dus kijk. Zo druk is het bij het zwembad. Hier, kijk. En dat loopt helemaal door, dus naar achter. Nou jongens en meiden, wij komen net dus even terug vanuit de supermarkt. We moesten nog even 3 lege waterflessen moesten nog even wegbrengen. Jullie zagen net ook een filmpje van de rij naar het zwembad. Niet normaal lang. Zo druk hebben wij het in ieder geval deze week niet gezien. Het is in ieder geval... voor mij net iets voor 10. Dus zoals jullie hier zo zien, achter mij gaan al heel veel weg. Ik weet niet hoe het er thuis nu voor staat. Want ja, wij zijn niet zoals jullie zien, dat is heel logisch. Maar wij zijn nu wel weer onderweg terug. En dan denk ik dat we ook bijna klaar zijn. En dan kunnen we weg. We gaan nog eerst even naar Dortmund toe. Even naar het stadion, even uitlag van afgelopen woensdag. Dus ja... Even kijken hoe dat eruit ziet. En dan gaan we daarna terug naar Nederland. Maar eerst eens even naar Dortmund. En dan zo ga ik nog even filmen als we alles gaan afsluiten. Dus ja, volgende beeld in ieder geval nog hier op Centerparks. Nou jongens, mijn nog één keer dan. Even laten zien hoe het eruit ziet hier zo. Het dak. Hieronder was voordeur. En als je in de verte kijkt, zie je een speelplek. Maar zo zag het er dus uit. We gaan met een ja, blauwe lucht soort van wel weg. Wel wat wolken, maar ja. Dit dus. En hier waren de buren. Dus wij gaan er nu zo echt vandoor. Maar als de deur achter ons dicht wordt gedaan, dan... laat ik het wel even zien. Jongens en meiden, dit was het dan. We gaan afscheid nemen van het huisje, tv, de GBL-box. De kat van de vakantie, Poekie, is niet meer geweest. Ik weet niet wat daar mee is gebeurd, maar het zal wel. Het gaat je goed, Poekie. Maar wij gaan in ieder geval nu weg. De deur laat ik lekker open. Hier is alles weg. De tv hebben we namelijk ook niet gebruikt. Maar ja, hier zo liggen de lakens zo. En een handdoek. Nou jongens en meiden, daar ben ik weer. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. En hij is dicht. We zouden natuurlijk nu nog in kunnen, maar dat doen we niet meer. 4:61, wij gaan nu echt weg. Wij gaan naar Dortmund in ieder geval toe. En ja, dan zien we het wel. Jongens en meiden, welkom bij deze nieuwe vakantievlog. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn weer even teruggegaan naar het park. Ik had net mijn vader de auto afgespoten. Maar ja, we gingen nog even terug naar het park.
we moesten nog heel even voor de zekerheid gingen naar de wc. En ik wou nog een foto maken van het Centerparks bord waar Hoogzuurland op staat. Daar, die is hier zo. Dus hier wou ik ook nog even een foto van maken. Kijk, hier zo is die. Ik ga even een foto van maken en dan zien jullie hem nu hier in beeld. En dan gaan we zo echt vertrekken naar Dortmund. En dan zie ik jullie daar zo. Jongens en meiden, wij komen nu net van de wc hier af. De welbekende wc toen we ook naar Soest gingen. En ja, we gaan hier zo weer de snelweg op. Jullie kunnen het misschien niet lezen, maar we gaan het bordje van Dortmund rechtdoor. Het is ijskoud, het is 2 graden op dit moment. Het begint ook nog te regenen. Dus het is echt verschrikkelijk koud aan het worden hier zo. Ik ga weer terug de auto in. Daar is iets warmer, lekker stoelverwarming aanzetten. En dan komt het wel goed. Maar in ieder geval, ik hoop dat het nog even iets beter weer wordt dan dit. Want het is erg ijskoud. Maar ik heb er geen goede hoop in dat het nog beter weer wordt. Maar ja, het is niet anders. Welkom in het deel van Nederland, Duitsland, België. Waar het van ijskoud is. Jongens en meiden, wij zijn aangekomen in Dortmund. We hebben even een paar keer in de file gestaan, maar we zijn aangekomen. Voordat we naar het stadion gaan we eerst even lunchen bij de Mac. Hier is mijn vader en mijn zus. Ik heb een wrap. Mijn vader heeft een chicken burger en mijn zus heeft een cheeseburger. Dus wij gaan er heerlijk van genieten. We hebben ook nog 3 milkshakes, dus ja. Altijd lekker. In ieder geval, wij gaan dit even eten en dan gaan we dadelijk moeten we nog 10 minuten rijden naar het stadion. En mijn tante, oom, moeder zijn ook al onderweg, want die waren naar een burg geweest. Maar die zijn over 40 minuten ook hier. Jongens en meiden, wij zijn aangekomen bij het stadion hier zo achter mij. Het Signal. Signal Iduna Park is het. We staan hier bij het Noordtribune. Kijk, Borussia en dan daar staat Dortmund. Dit is echt de Noordzijde. Ik denk niet dat je het veld vanaf hier kan zien. Ja, een soort van. Je kan het een klein beetje zien. Maar dan moet ik even de andere camera pakken, want anders zie je het niet. Dus dat doe ik wel even en dan kunnen jullie het beter zien. Jongens en meiden, kijk, laat nog één keer zien, even hier zo. Marco Reus dus daar zo. In Duna Park van Dortmund. Fanshop. Kijk, als je hierheen loopt, zie je het een klein beetje. Kijk, Noordtribune staat hier. Dan lopen we naar de I toe. En dan zie je een klein beetje, zie je het, hoe het eruit ziet. Kijk, daar zo in de verte, als ik goed door het gaatje heen film, zie je de tribune. Kijk of dat lukt. Nou ja, dat zie je niet echt. Ja, nu zie je hem. Daar zie je de tribune. Maar ja, voor de rest zie je het niet echt. Maar dit is in ieder geval het Dortmund Stadion. Goeie moment om hier nu te lopen als Ajax-lid. Als we denken zien dat je hier nu loopt, dan ga je eraan. Maar ja, dat is logisch op dit moment. In ieder geval, wij gaan even rondkijken hier. Jongens en meiden, wij zijn dus even nog bij het stadion geweest en in de Dortmund Store. Wij gaan nu onderweg naar huis. We staan hier gelijk soort van in de file, langzaam rijdt verkeer. Dit stuk gaat weer, maar daarnet hebben we een klein stukje file gehad. In ieder geval, we moeten 3,5 uur rijden. We gaan tussendoor natuurlijk wel wat stoppen. En dan gaan we vanavond nog ergens lekker eten. Maar ja, dan weten jullie dat ik onderweg naar huis ben, terug naar Nederland. En dan zien we het wel wat onderweg tegenkomen. Jongens en meiden, wij zijn weer in Nederland. We zijn hier bij Van der Valk in de plaats Duiven, dacht ik. Ik weet niet zeker of Arnhem, maar voor mij is Arnhem een klein stuk verderop. Wij hebben heel lang in de file gestaan in ieder geval, dus dat was niet zo heel fijn. Maar ja, wij gaan hier even avond eten en dan gaan wij eigenlijk denk ik dadelijk afscheid nemen van elkaar. En dan gaan we gewoon met 2 gezinnen gewoon weer terug. Dus ik met mijn vader, moeder
mijn zus. En dan mijn oom en tante gaan met mijn eigen auto weer weg. In ieder geval eerst nog even gezamenlijk lekker eten. Maar wat we gaan eten, ik heb eigenlijk nog geen idee. Maar dat zien jullie zo wel. Nou jongens en meiden, wij kunnen weer terug. Wij willen net reserveren, maar ze zitten helemaal vol. We hebben Arnhem gebeld, zit helemaal vol. We hebben Utrecht gebeld, zit helemaal vol. Dus nu gaan we bij Van der Valk in Veenendaal gaan we eten. Toen we bij de vakantie uit Italië kwamen, toen we daar terugkwamen, hebben we daar ook gegeten. Dus ja, we gaan kijken op of daar wel wat lekkers is. Dus we zien daar wel, daar hebben we in ieder geval wel gereserveerd. Jongens en meiden, wij zitten bij Van der Valk in Veenendaal. Gezellig aan een ronde tafel. We hebben hier net een kaart gehad om lekker iets uit te zoeken wat we gaan eten. Maar ja, ik weet het nog niet. Ik ga even rond kijken en ik laat straks wel zien hoe het eruit ziet. Dus heel even wachten en we kunnen weer eten. Jongens en meiden, wij hebben ons eten. Het ziet er heerlijk uit. Echt waar? Ik denk alleen maar voor toch een beetje. We kunnen ook nog een beetje appels vragen. Nee, maar we kregen ook niet, zeg maar. We kregen alleen dit. Ja, het ziet er heerlijk uit. Ik heb in ieder geval kipsaté. Maar ik ga hier heerlijk van genieten. En dan straks nog even het laatste uurtje terugrijden. Maar eerst even dit naar binnen werken. Jongens en meiden, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken bij deze vakantievlogs van Centerparks Hoog Sauerland. Wij zijn gisteravond na het eten zijn we rond 21:30 s'avonds thuis gekomen. En nu liggen we met dit allemaal nog wat moeten opruimen. En straks gaan we even boodschapjes doen. Maar dat komt niet meer in de vlog. In ieder geval, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hebben gekeken naar deze vakantievlogs. Vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden en op het belletje te drukken. Om op de hoogte te blijven van de video's die ik upload. Nu zullen er even geen video's meer komen omdat ik niet meer op vakantie ga in 2021. Misschien onverwachts of zo in december, maar dat denk ik niet. Dus dat zal misschien weer volgend jaar ergens worden. Maar in ieder geval, hopelijk zie ik jullie dan weer. En ja, bedankt voor het kijken naar deze vakantievlogs. En ik check jullie volgende keer weer. Laters.